Ja, met een blij gevoel, ja. ja ik uh, ben blij dat ik deze keuze heb gemaakt uh, met meer perspectief op speelminuten. Dus uh, ja, ik ben heel blij dat ik hier ben. Ja, is dat ook de voornaamste reden waarvoor jij voor de Graafschap hebt gekozen? Uh, ja, zeker. Omdat mijn situatie bij Willem 2 natuurlijk veranderd was dit seizoen. En uh, daar uh, kozen ze voor iets anders. En uh, ja, dan uh, moet je daar conclusies in trekken en uh, toen dacht ik van ja, dan moet ik verder kijken. En toen was de Graafschap daar heel snel bij en uh, dat, uh, dat voelde goed. Je hebt ze net al een heel kort rondje door het stadion gegaan. Welk gevoel krijg je dan? Ja, uh, het is niet de eerste keer dat ik hier ben. Ook niet alleen dit rondje, maar ook een paar wedstrijden gespeeld. En, en ik moet zeggen, het is altijd een van de leukste wedstrijden die ik gespeeld heb hier. En uh, de sfeer in het stadion uh, de, ja, die je hebt en die je beleeft als speler als je op het veld staat. Uh, ja, die, die, is heel, die, is gewoon, die is gewoon geweldig. Dus, uh, dus ik kijk er erg naar uit ja, om nu uh, een soort van, uh, een soort van uh, thuis te spelen. Ja. Wat zijn jouw grootste kwaliteiten als doelman? Ik denk dat ik uh, leider ben in het veld, naar de verdediging toe. Uh, um, Meeverbalende keeper, uh, goede reflex, goede trappen links rechts. Dus ik denk dat dat wel een beetje mijn kwaliteit zijn. Je doelstelling voor dit seizoen? Proberen mee te doen bovenin. Uh, alleen uh, ik weet hoe de KKD is. Uh, de keukkampioen-divisie is gewoon lastig. Uh, wellicht via de play-offs uh, uh, iets moois, uh, iets moois uh, neerzetten. Uh, ik wil wel, een, uh, ik wil wel een gewoon uh, een serieus seizoen draaien. Ja. Mooi dat je er bent. Succes! Dank je wel.